De bedrijventerreinen De Hurk, Kapelbeemd, het GDC8 en Eindhoven Airport krijgen hun eigen terreinconciërges. Ze werden vandaag gepresenteerd door wethouder Monique List, ondernemersvereniging Eindhoven en de Ergon. De terreinconciërges moeten ervoor zorgen dat de leefbaarheid en de veiligheid op bedrijventerreinen wordt vergroot. Wanneer er zwerfafval ligt, ruimen zij dat op en ook geven zij de herstelwerkzaamheden door aan de ondernemersvereniging. De gemeente heeft 500.000 euro subsidie vrijgemaakt voor de bedrijventerreinen.